Dan komt het fluitsignaal. Dat betekent dus dat we met de mannenmotorbike zijn gestart. Oké, Stef. Inmiddels kunnen we de leider in de wedstrijd bij de mannenmotorbike zien en hebben we het over. Oké, we zien hem dadelijk terug. We zien hem terug bij de huldiging. We belden natuurlijk voor de laatste ronde voor. Dan over Daniel van Tetering samen met Ruben Verhees. Over klinkt de bel voor de laatste ronde. Elkaar brengen voor de finish van Erwin Bakker. Gaan we met de overwinning bij de mannenmotorbiker vandoor. Stef Hendricks die tweede wordt. En ook zien we hier de finish van Daniel van Tetering samen met Ruben Verhees. Voor de plaats in Mannenmotorbike, dames en heren, Daniel van Tetering, Stef Hendricks en de winnaar van vandaag, Erwin Bakker.